Hallo mensen, mijn naam is Sven. Mijn naam is Koen. En vandaag is weer tijd verder te klussen aan de boot. Let's go! We hebben een heerlijke dag uitgekozen. Klopt. Want het regent. Het regent. En daar zijn we nooit blij mee. Nee, precies. Timo is er ook weer bij. Goeiedag Timo. Yo. Want Timo gaat ons een beetje helpen deze dagen met het project. Maar we hebben de motor, of eigenlijk de staart, hier ingegooid. En die krijgt een flinke upgrade. We gaan hem gewoon helemaal opnieuw spuiten. Met een mooie primer eronder. En helemaal mooi zwart gaat hij weer worden. En helemaal, zeg maar, nakijken, opschuren. Zitten er dingetjes, dichte plamuren. Weet ik veel wat als dat allemaal nodig is. En een hele, hele dikke, dikke, dikke primer. Je hoort dat balletje geen eens, maar dat laten we straks al. Nee, precies. Maar dit is wel een ander kleurtje nodig. Dit is top. Dit wordt prachtig. Dit was hem. Wie pakt hem aan? Oké. Er is nog niks aangeraakt en er zitten al twee mensen te schuren. Er wordt altijd eerst gekeken wat we moeten doen. Wat is slim, wat standaard. Ja, dan hebben we werkoverleg. Dan hebben we werkoverleg en dan uiteindelijk gaan we uitvoeren. En dan gaan wij. Ah, we zijn aan het schuren. Ja, we zijn bijna klaar. Alles geleerd. Ja. Dat is helemaal goed. Ja, kijk maar. Oh joh, hij is oranje eronder. Nee, dat zeg ik. Nee, het lijkt net wat meni. Maar als je zo schuurt, moet je voelen dat ik hem al in de lak zitten. Oh ja. Oh, zo. Ga lekker zacht. Dat gaat snel. Ja, natuurlijk. We hadden dit spul gehaald. En dit spul is een hele heftige zuur. Maar deze heftige zuur is eigenlijk iets te heftig, hebben we net gehoord. Ja, we hebben het op onze handen gehad. Ging best goed. Ging best goed. Alleen maar schuren, schuren, schuren en nog eens schuren. Nee, ja, het is echt glad. Het is echt glad. Ja, ja, ja. Maar kijk dit verschil al. En check hoeveel lagen erop zaten. Dit is zwart. Oranje, wit, dampers aluminium. Maar de originele kleur is dus gewoon wit geweest, een beetje, ja. Een beetje crème kleurtje. Crème wit hebben we gehoord. Nou, zwart vind ik toch mooi. Ja, ik ook. Ja. Meer van deze tijd. Gaan we toch een beetje moderniseren. Nou, deze bedrag. En hier moet weer iets uitgetikt worden. Uitlaat is er ook af, maar check even wat er binnen allemaal groeit, ja. Niet normaal. We hebben huisdiertjes daarbinnen, ja. Maar het schuren gaat goed. Het ziet er echt al heel glad uit. Heel glad. Heel glad. En ieder onderdeeltje gaan we aanpakken. Dit is hoe hij er eerst uitzag. En ik ben al bezig geweest hier ook. En dit is hoe het er nu uitziet. Zo gaan we hem helemaal van top tot teen helemaal weer mooi maken. En beschermen met een dikke primer. En een kleurtje geven. Wat is het idee? Deze om even met hoge druk, maar echt hoge druk. Ja. Het uitlaat helemaal leeg te spuiten. Zet hij ook even van binnen al die mosseltjes eruit vliegen. Hij ziet er wel mooi uit. Ja, hij wordt nog, hij wordt nog mooier. Veel mooier, ja. Veel mooier. Nou, de hoge druk. Dit ziet er leuk uit. Kijk eens wat er. Oh joh, kwam deze eruit? Ja, dat komt er allemaal uit op hier. Oh ja. De motor is nu zeiknat. De staart. Dus daar moeten we wat aan doen. Drogen. Droog maken. Je hebt het moois. We hebben een schroef klinken. Die moet even gepoetst worden. Dat doen we dan zo. Zo poets je hem aardig op. Op zich gaat dat prima. Maar die andere die we net hadden, zou ik die pakken? Ja, pak eens zo'n andere. Hoppakee. Super clean. Nou, al die schroefjes zo even doen. Ja. En dan als nieuw hoor. Allemaal als nieuw. Het is zover. We gaan hem spuiten. Hij is helemaal van top tot teen geschuurd. Hij ziet er nu zo uit. En hij gaat een mooie dikke primerlaag erop krijgen. Eerst nog even afspuiten en ontvetten. Gaat gebeuren. Hij gaat naar de spuitcabine. Terwijl een container. Eén maand op. Is dit de spuitcabine? Dit is de spuitcabine. Hand in. Met ventilatie. Met afzuiging. Het is zover. Hij is ontvet. Hij hangt heel mooi. Jij hebt 2 minuten geschud. Wel 10. Maar ik denk een laagje. Een laagje. Het is nu al goed. Ja, dit lijkt goed. Moet u iets van een mondkapje hebben? Dat hebben we denk ik hier niet. Het gaat gebeuren. Wat een cabine. Ik probeer hem zo goed mogelijk te beschermen. Maar ja, ik pak mijn scooter gespoten in een schuur. Dus. Gaan we ook weer binnenkort doen. Dat gaan we weer binnenkort doen. Dus nou. Begin maar. Ik doe eerst een hele kleine nevellaag. Ja. Wat wil ik met dip altijd doen? Ik weet niet of het uitmaakt met primer. Gewoon even een heglaagje. Ja, gewoon even een heglaagje, ja. Gewoon even slecht. Nou, dit was de originele kleur een beetje zo. Hoe die straks wordt? Nou ja, nu een beetje deze kleur. Ja. Een beetje grijs-wittig crème. Ja. I was checking out pictures of us. I never realized what I have lost. Now I know it and it is so insane. Een dagje later. We zijn een dagje verder. En dat betekent... Probleem. We moeten hem opnieuw schuren. Want hij is niet netjes genoeg. We kunnen nu mooi zien wat eigenlijk fout is. Ja. Dus laten we hem eraf halen. Want we willen hem echt
Picobello. Ja, we zouden sowieso nog een laag primer erop spuiten voordat we het zwart erop spuiten. Ja. Dus dat is zeker geen overbodig luxe om hem nu weer op te schuren. En doordat we gaan schuren, hebben die gaatjes weer mooi gevuld. En het regent niet dit keer. Precies, dus we kunnen nu heel snel spuiten. Het is al warm hier binnen, dus ik zeg, laat hem eruit gaan tillen. Hij ligt weer op de operatiekamer en we hebben het niet zo heel goed gedaan nog qua schuren. We moeten nog beter ons best doen. Ik vind ook echt de kracht van het water hier ook. Hoeveel dat water heeft aangevreten, ja, en hoe belangrijk het eigenlijk dat is. Dat ene blokje inderdaad, wat het water of dat spul weghoudt, dat is heel belangrijk. Die zat er gewoon niet op. Nee, dat is weer tegen, hoe heet je dat? Ode. Iode, ja. Die iode, die... Idioten. Ja, die eten hem op, ja. In ieder geval, hij is flink aangetast. Alles aan het materen heet dat. Is dit materen? Dat heet materen, hoor ik. Dat klinkt leuk. Met P180 zijn we alles aan het materen. Alleen dit dus is weer... heftig stukje, ja, hier dat binnen. Is zeker heftig. Dat is echt, als je gas geeft, dan kan die knakken misschien. Maar ja, daar komt iemand straks dus van een botenwinkel. Ja, die gaat het uiteindelijk controleren. Dat zal het waarschijnlijk echt wel weten, tuurlijk. Precies. Maar wat we dus nu aan doen is materen. Dan gaat het dus openstaan. Waardoor dus als je het er weer opspuit, dat het weer... Ja, als het mat is, dan gaat het open. En dan kunnen we weer ontvetten en een nieuwe laag geven. Precies. Dus dat gaat helemaal goed komen. We komen er net achter. Er was even een spuiter langs geweest. Ja, een die zei ontvetten is niet nodig, want het is één... Eén component. Dus droog maken en spuiten maar. Dus misschien hebben we dat fout gedaan bij de vorige. We het ontvet hebben met terpentine, of wat was het? Pyritus hadden we het gedaan, ja. Diesel. Kan ook, maar dat was dus niet goed. Nou, we gaan opnieuw spuiten. Ja. Hij ziet er goed uit. Zeker. Hij ziet er heel goed uit. Een broodje pindakaas heeft nog nooit zo raar gesmaakt. Een broodje pindakaas daarnaast zo. Nee. Dat wel gek. Er zit ook een lekker kleurtje op al, hoor. Pindakaas, ja. Ja, nou, dan weer opschuren en dan black eroverheen. Yep. Het gaat gebeuren. Hij gaat zwart. De kleur. Hoogglans. Zwart. Ja, ik ben echt benieuwd hoe die eruit gaat zien. Ja, ik ben ook wel echt benieuwd. We hebben echt twee dagen lang geschuurd. Net ook weer. Net ook weer, inderdaad. Beetje bij beetje. En ondanks dat hij nu geschuurd is, is hij wel over dat dikke primer, hoor. Het zit heel dik. Een liter op totaal. Ja. En is alweer, denk ik, 200, 300 gram afgeschuurd. Dus even een ander capje erop. In de open lucht spuiten. Altijd spannend. Altijd goed. Och, wat mooi. Oh, stoppen. Dit wordt hem. Ja. Willen we doorspuiten? Want er staat best wel wat wind. Als ik hier zo spuit, dan komt het daar terecht. Ja, het droogt wel lekker. Het droogt wel lekker. Hij gaat er gewoon voor, hoor. Nou, eerst even die nevel erop. Echt wat mooi, hè. Net als dit. Net als dit. Gewoon laagje voor laat hem zo, gewoon een beetje chameleon. Ja, zo vet zo, hè. Kijk, je ziet nu al echt... Ja, dit ziet er heel mooi uit. Tada! Dit is hem dan, jongens. Moet je zien. Helemaal full black. Twee bussies erop. Twee bussies. Ja. Een halve band. Ik vind het er, ja, inderdaad. Ik vind het er mooi uitzien. Heel mooi. Even laten drogen en dan gaan we hem er even aftillen. Of we laten hem even een paar dagen daar hangen. Ik denk binnen even laten uithangen. Ik denk ook. Maar we moeten nog een thumbnailtje maken natuurlijk. Ja, precies. Dus hij moet er sowieso af. Ik vind hem echt eerlijk. Ik vind hem heel strak. Hoe die was, maar je ziet nog wel die putjes en zo. Maar dat is gewoon aangegeten. Het is geen nieuwe motor. Nee. Maar check die onderkant eens even. Godnonderdje. Kijk hoe mooi. Ja, strak hoor. Ja, dat kun jij wel met je vaarbewijs. Maar zeker. Zeker. We zijn dan eindelijk klaar. We hebben hier nog het laatste onderdeel. Dat is van de uitlaat. Zullen we eens even laten showen? Show eens. Kijk eens. Keurig droog. Kijk eens hoe mooi, jongens. Hoe die eruit ziet. Gelijk hoe die was. Nou, het grootste verschil is dit mooie ding wat hier hangt. Dat is de motor. Dat is niet normaal hoe dit eruit ziet. Hij is helemaal droog. Kijk dan hoe vet. Helemaal clean. Mooi ding. Ja, je hebt wat puntjes natuurlijk, gewoon zoals ja, dit, tuurlijk. Maar het is gewoon aangevreten. Het is ook echt een oud ding. Maar hoe die was? Zo. Mega verschil. Echt. Mega. Echt mega. Ik zal er even omheen lopen, dat jullie een beetje kunnen zien. En natuurlijk, dit gaat onder water liggen. Dus dit zie je niet zo heel erg. Maar check hoe mooi die is geworden. Ja, echt, echt bizar. Ik ben er echt wel trots op. En deze ook. Twee dagen geduwd. Ook helemaal mooi clean. Ja, het is een gebruikt ding, maar voor 50 jaar oud zo vind ik hem... Als nieuw. Zo goed als nieuw gebruikt. Hij is goed gebruikt, zeg maar. Hij is goed gebruikt, ja. In plaats van bijna helemaal beschadigd. Mensen, bedankt voor het kijken. Dit was weer een mooie update. Ja. We hebben weer een stapje verder voor de we boot. We zijn zeker een stap verder, ja. En de volgende keer gaan we nog meer upgrades doen. Nog meer schoonmaken, nog meer poetsen. Misschien nog met de stoommachine helemaal van binnen misschien tot bijna reinigen. Lampjes in de boot. En van alles erop en eraan. Mensen, bedankt voor het kijken. Later.